ik zie nou echt nooit iemand bij die car wash staan. Hoe kan dat nou? Zou ik dan maar gewoon... weet je wat, ik ga gewoon met mijn auto er doorheen. Ik snap nooit dat mensen hier niet doorheen gaan. Het is zo'n goede car wash. Oh, wacht eens even. Hij is gewoon leeg en failliet. Oh, dat verklaart ook een heleboel. Oh. Hallo, wieze kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en... Dat was heel raar. Welkom bij de video. Vandaag heb ik weer zo'n leuk plannetje. Ik heb weer een nieuwe film gezien en daarvan ga ik zulke leuke dingen maken. Ik dacht, weet je wat, elke keer als ik een film zie of zo, dan heb ik een idee om iets te maken. Of een documentaire of zo. Dus welkom, welkom. Leuk dat jullie er zijn. We gaan gauw naar binnen, want het sneeuwt en het is glad. En... Zo! Mijn neus! Daar knalde ik wel heel hard op de grond. Maar goed, leuk dat jullie er zijn. We gaan even lekker rustig aan een nootmuskaatkoekje eten voordat we beginnen. Yum, 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 yum. Voordat de video begint is het zoals gewoonlijk weer tijd om iets te mededelen. Iets te mededelen, ja, volgens mij is dat correct. Namelijk de vorige Henkiesmonteur, die heeft alweer zoveel weergave. Dat schiet zo erg op, hé. En elke keer like ik iedereen zijn commentaar die zegt dat hij geabonneerd is en die daadwerkelijk geabonneerd is. Dus weet je wat? Dat doen we nog een keer. Dus welkom, leuk dat je er bent. Ben je nou nieuw? Check even of je geabonneerd bent en comment dan in de reacties. Ik ben geabonneerd. En dan alleen als je echt geabonneerd bent, zal ik jouw reactie een hartje geven. Maar goed, kijk eens, ik heb de film Terminator gekeken. Althans, film. Ik heb een documentaire gekeken over de Terminator films en hoe het gemaakt werd en zo. En het was zo cool. Maar ik zag dat ze daar een soort vliegtuig hadden. Ik weet niet meer hoe die heette, Hunter Killer of zo, geen idee. En die was zo leuk. Dus ik dacht, Henkie moet die ook maken. Maar er is dan wel één dingetje wat Henkie moet lenen van iemand. Mag gratis hebben van iemand. Het is namelijk een soort van helikoptervliegtuig idee. En hij is zo cool, maar hij is zo hyper. Zo hyper, cyber. Hij is zo modern en zo, weet je. Dus we moeten heel even wat spulletjes stelen en lenen van iemand en mogen hebben. En dan kan ik hem in elkaar doen. Ik heb er zoveel zin in. Wat zo cool. Dus laten we snel gaan. Ik heb de Henky Boostbutt hier natuurlijk ook op staan. Dus we moeten heel erg opschieten. En dan zie ik jullie op locatie kijken. Zo! De spulletjes! Nou kijk eens, we zijn op locatie aangekomen. Hier was ik ook met John Peter en met Roy toen we de camper op gingen halen en zo. Maar was het hier? Maar dit was zo'n leuke locatie. En ik dacht, weet je wat? Ik heb een beetje toen de tijd rondgespiekt en zo wat ik hier kon vinden. En ik zei... Au! Stom sneeuw. En ik zag toen al wat staan wat ik wel kon gebruiken. Aan de kant hek! Wat ik wel kon gebruiken. Kijk, er staan hier wat vliegtuigen liggen hier. Oké, maar die heb ik niet nodig. Laat ik heel even zoeken, hé. Waar staat het ook alweer? Ik zag al, want het is al een soort vliegtuig wat ik nodig heb. Alleen deze zijn een beetje kapot, dus misschien is er een beter ergens. Deze zijn allemaal een beetje groot. Die kan ik ook weer niet gebruiken, die hele grote weer. Hier misschien een wiel wat ik kan gebruiken. Allemaal auto's, dus de autoafdeling. Wat een mooie autowinkel, hè. En naar de boten en zo. En, oh, kijk eens! Daar is het, daar is het. Een heftruck. Oh, die heb ik altijd al gewild. Ah, oh, een heftruck, die is zo mooi. Ik heb jou een keer in het heel groot gemonteerd, weet je dat? Oh, dat was zo prachtig. Oh, nou, daar staat een vliegtuig. Dat is precies wat ik nodig had. De deur staat zelfs open. Ah, deze is denk ik wel wat ik nodig heb, kijkers. Dit is wel een beetje wat ik eigenlijk, Henkie Jotem de Derde, nodig heb, hè, voor mijn huidige voertuig. Dus we via deze vleugel op deze vleugel klimmen. En dan via deze vleugel overspringen naar deze vleugel. Dan kunnen wij zo instappen, toch? Ja, zo, hoppakee. Nou, doet hij het? Hij doet het gewoon! Eén probleem is, kan ik hier wel opstijgen? Dat is wel een dingetje. Even kijken hoor, even kijken. Ah! Auw. Oké, kom op Henkie. Kom op Henkie. Je kan dit. Je moet hier opstijgen. Je hebt maar een heel eventjes de tijd. Nou, weet je wat? We kunnen beter op de weg opstijgen. Ik denk dat het handiger is als ik gewoon hier opstijg. Dus laten we dat proberen. Want ik heb deze echt nodig, dit voertuig. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Hoppakee. Goed zo. Want nu moeten we zo'n ongelofelijk eind vliegen, kijkers. Dat gaat zo lang duren. Dat is echt het langste wat we ooit gevlogen hebben in ons hele leven. We moeten namelijk helemaal hierheen. Zo, hé, dat was ver. Ah, dat is het langste wat ik ooit heb gevlogen. Kijkers, we zijn er namelijk. Ah, zo, hé. Dat wil ik echt nooit meer doen. Dat ik zo'n lange zit. Oké, okay, kijk eens. Dus zijn we dan. Dit is namelijk de garage waar ik ga monteren. Dus we moeten hem even daar parkeren. Ik weet dat ik daar een groter heb. Maar dit is een beetje mijn eigen garage. Die heb ik geclaimd dat die van mij zou zijn. Hoppakee, zo stappen we uit. Ah. Nou, dit is helemaal top, toch? Ik heb mijn spulletjes hier liggen.
Hé, wacht eens even. Oh, ik was eigenlijk mijn leger over, maar alles zit er nog in. Heb ik hier nog een extra spulletjes liggen en zo. Al mijn andere spulletjes zijn wel weg. Dat vind ik wel een beetje raar. Ik had hier ook allemaal emmers staan en zo. Maar dat maakt niet uit, joh. Dat komt wel helemaal goed. Ik ga wel een soort andere lak eroverheen doen dat geen kleur nodig heeft. Oké, kijk eens. Ik heb dus alle spulletjes. Ik ga hem gelijk in elkaar monteren. En dit wordt zo prachtig als ik dat ga doen. Dat wordt zo leuk. Kijk, ik ga denk ik de hele kleur van het hele voertuig een beetje deze kleur maken. Een beetje dit chroomachtige, weet je. Dat leek me wel mooi. Hij moet anders op kunnen stijgen. Dus ik ga die propellers opdelen aan twee kanten. En die gaat aan die kant gaat de propeller komen. En aan die kant. Maar die moeten wel goed beschermen. Door, dus er moet een soort holster omheen en zo. En hij moet omhoog kunnen, maar hij moet ook super snel kunnen. En ik denk dat hij ook wel ietsie-pietsie, maar dan ook echt een ietsie-pietsie groter mag. Dus kijk eens, we gaan hem snel in elkaar monteren en dan zie ik je zo terug. Tot zo! Ja, zo, dan leg ik mijn favoriete moersleutel leg ik even terug. En dan kijk eens, zijn jullie er klaar voor? Hij is zo prachtig geworden, ik heb zo mijn best gedaan. Ik vind hem echt heel leuk geworden, hij is ietsie-pietsie groter geworden. Hij is ietsie-pietsie anders qua kleur geworden in 3, 2... 1. Voordat ik hem even ga laten zien. Nee, grapje, ik ga hem gewoon gelijk laten zien. Bien! Daar is... Wow, wat is hij groot eigenlijk, hè? Wow, wat is hij mooi. Oh, wat is hij prachtig, hé, kijkers. Oh, kijk, wat een groot is. Precies zoals ik zei dat ik het ging doen. Ik zei dat ik de propellers aan de zijkant ging doen. Ik heb ze ietsje groter gemaakt, een soort holster eromheen. Hij staat wat hoger op zijn pootjes. Hij heeft een... pistooltje. Laten we hier even omhoog klimmen, want dan kunnen we hem beter bekijken. Dat heb ik al gezien dat ik hier dat kan doen. Kijk hoe mooi die is. Dat is toch prachtig? Misschien dat ik er zelfs even op kan klimmen via hier of zo, weet je? Misschien dat dat kan. Oké, dat kan niet. Ja, ah, au, ah. Nee, oké, dat kan niet. Ah. Ja, ja, au, ah, 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 au. Hoofd, ah, mijn hoofd, ah, ah. Zo, hé. Ah, dat is natuurlijk een soort camouflage die ik erop heb gedaan. Ter bescherming van. Als iemand er probeert aan te vallen, zakt hij er zo doorheen. Waarom dacht ik daar niet eerder aan? Maar goed, kijk eens. Kijk hoe mooi die is. Hij is zo groot. Hij is ook heel dun en zo. Het lijkt net of hij kan lopen eigenlijk, hè. Ja, ik vond hem wel heel goed gelukt. Ik heb materiaal en zo heb ik erbij kunnen halen. Dus laten we instappen en laten we eens met hem gaan vliegen. En kijken hoe mooi die is. Zo, dan zetten we de motor aan. Hoppakee. Oké, kijk eens. Daar ben ik er klaar voor. Hij is zo ontzettend prachtig. Het enige is dat ik zeg maar... Ik zie niet zo heel veel van binnen. Ik kan hier spieken, maar ja, voor de rest zie ik eigenlijk helemaal niks. Dus laten we opstijgen. Laten we opstijgen in 3, 2, 1. Oh, oh, rustig, rustig. Oké, kijk eens, er is een soort opstijgprocedure is er gemaakt voor mij. Althans, die heb ik zelf gemaakt. En dat betekent eerst dat de pootjes moeten ingetrokken worden. En dan kunnen we volle vaart vooruit en dan kan ik de Anki Boost button indrukken. Laten we eerst de poot in doen. Hoppakee. Gelukt. Oh, procedure 1 voltooid. En dan in 3, 2, 1. Wow, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Dan denk je boost button in 3, 2, 1. Boost! Wow! Oh, wat is hij prachtig, kijkers. Hij is zo mooi. En we kunnen ook flippen en spinnen en weet ik wat allemaal doen. En hij maakt zo snel de bochtjes en hij is zo prachtig. Ik vind ook de aluminium, hij matcht. Hij moet zo goed mogelijk camoufleren met het sneeuw. Vandaar dat hij deze kleur is natuurlijk. Nu camoufleert hij het best met de sneeuw. Oh, wat is hij prachtig. Hey, boost button, yeah! Oh, kijk eens. Hij is zo mooi. Hij is zo mooi. Oh, 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 passen. Oké, we moeten even testen. Zo dicht mogelijk bij de grond. Hoe goed is hij zo dicht mogelijk bij de grond? Oh, 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 oh. Oh, oh, oké. Oké, 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 oké. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oké, dit gaat net aan, dit gaat net aan. Oké, kijk eens, we moeten de test doen. De test, kunnen wij landen op de Macepank in dit prachtige voertuig? En ik heb er ook zelfbescherming op gedaan. Dus stel, de Macepank is in één keer een heel groot monster die ons aan wil vallen. En wij moeten de stad beschermen, dat doen we gewoon zo. Ja! Schieten, ga dood! Dan kunnen we hem gewoon helemaal kapot schieten. Maar goed, stel de Macepank is gewoon de Macepank en is gewoon een groot cool gebouw. Dan kunnen we er ook op landen. Kijk, let op. We kunnen er ook gewoon prachtig op landen. Kijk eens. Procedure 1. Voltooid. We moeten weer teruggaan naar deze setting. Teruggaan naar deze setting. Kunnen we rustig hofferen. En in alle vrede kunnen we dat doen. Zo, dan kunnen we een beetje dalen. En dan moeten we eigenlijk een beetje de positie aannemen om rustig te landen. Want we hebben hier natuurlijk een landingsplatform waar we vredig kunnen landen. En als we bijna geland zijn, dan gaan de pootjes weer uit. Hoppakee. En dan moeten we eigenlijk een beetje vooruit gaan. Hoppakee. En dan vlak voordat we landen. Vlak voordat we landen. We zijn bijna geland. Bijna prachtig geland. Hey, die boost button. Oh, 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 oh. Dat was de verkeerde knop. Ik wilde... Oh, dat was de verkeerde knop. Oh, ik was zo prachtig. Bijna geland, kijkers. Oh, oh. We gaan in één keer weer heel snel. Oh, wat even vervelend. Maar nu in één keer niet meer. Oh jee, voorzichtig, voorzichtig. Henkie Jotum de derde. Oh nee, we moeten toch nog steeds vredig landen. Oké, we gaan het nog een keer proberen. We gaan het nog een keer proberen. Maar we moeten nog een keer rustig landen. Nog een keer. En we zijn er al even voorbij.
Oké, nu hebben we de rust. Nu hebben we de rust. Nu kunnen we het. Nu kunnen we het. Pootjes uit. Hoppakee, de pootjes zijn uit. Hij is zo groot. Hij is zoveel groter dan je denkt. Oh, kijk eens als je er helemaal in zit. Hij is echt heel groot. Ultieme focus. Ultieme focus. Ja, ja, ja. Kijk eens even. Kijk eens even wat Henkie Jotum de derde heeft gedaan. Dan stappen we uit. Ah, hoppakee, via het onderste luik. En dan zijn we weer geland. Wat is hij mooi, hè? Wat is hij prachtig geland. Oh, ik ben hier zo ontzettend blij mee dat het hier geland is, kijkers. Dat is toch zo mooi? Oh, laten we even naar beneden springen hier. We gaan over een puntje staan. Kijk, ze mogen niet vallen. Ik weet het. Ik weet het. Het is net alsof we nu gaan vallen. Maar we moeten gewoon even veilig op een puntje staan. Want ik wil even kijken hoe die eruit ziet. Oh, wat prachtig is dat eigenlijk, hè? Wat prachtig ziet hij eruit. Wat mooi. Hé, er is een bakje hier. Oh, weet je dat ik er eigenlijk heel graag in wil staan? Dan ben ik een soort glazenwasser, weet je? Oh, 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 oh. Oh, dit is best wel heel hoog. Oké, Henkie, je kan het. Als je gewoon springt en in het bakkie landt, dan is je leven compleet. Dit kan je. Oké, we doen het wel vanaf hierboven. Oké, je kan het, Henkie. 3, 2, 1. Ja. Ah, ah, au. Nee, nee, nee. Au, au. Ah. Oh, nee. Ah. Ah. Ah, waar zijn we geland? Nou, hoe kom ik nou weer boven? Hoe kom ik nou weer boven, hé? Waar zijn we? Oh, we zijn helemaal hier. Oh, wat moet ik nou doen? Ik moet aankloppen. Is er iemand thuis? Mag ik via het raam naar binnen en weer naar boven? Dankjewel. Nou, wat een aardige mensen. Hebben me gelukkig naar boven gelaten. Het is ons niet gelukt, maar wie zegt dat we het niet nog een keer gaan proberen? Gewoon nog een keer proberen in het leven. Au, au, au. Oké, au, au. Ah, ah. Ah, ja, sorry, daar ben ik weer. Mag ik nog één keertje alsjeblieft via het raam naar binnen? Nou, weet je wat? Kijk eens, het wordt hem niet. Het is me niet gelukt. We gaan wel weer opstijgen met deze, want dit is veel cooler dan in zo'n bakkie landen. Het was een droom, maar het is niet gelukt. Nou, laten we het proberen. We kunnen weer instappen hier. Hoppakee, daar gaan we. Zo, we zitten weer veilig. We zijn omhoog gebeamd. En laten we dan weer opstijgen. Want het eerste wat we moeten doen is rustig omhoog. Tweede taak die we hebben is de pootjes in. Derde taak die we hebben is rustig omkeren. Vierde taak die we hebben is... Hoppakee. Boost uit en dan 5 stappen. Zet die boost button. Yeah, dan zijn we lekker op pad, joh. Oh, wat is die prachtig, hè, kijkers. Wat is het ook een prachting eigenlijk. Hij is zo ontzettend mooi. Ah, oh, dat is echt niet normaal. Hij is ook zo behendig. Je kan overal onderdoor en overal doorheen en zo. Ah, oh, er zijn eigenlijk bijna geen tests die we kunnen doen ermee. Want hij is gewoon te prachtig. Oh, en dan let op. Wow. Ah, ah. Zo, hé. Ah, oh, wat is er gebeurd? Oh, nee, we zijn gecrashed. Oh, nee, kijk eens, we zijn gecrashed. Nu moeten we hem overeind helpen. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we deze overeind helpen? Dat kan toch niet? Oh, ik heb wel mijn... Wat nou als ik gewoon mijn hamer pak en dan... En dan is hij in één keer gefixt. Nou, dat is toch prachtig? Wat makkelijk zo het leven met een hamer, hé? Oké, ik heb nog één laatste ding wat ik heel graag wil doen, wat me heel leuk lijkt. Dat is namelijk iemand opzoeken. En iemand is niet zomaar iemand. Dat is iemand die wij heel goed kennen na deze aflevering. We stijgen op en dan gaan we. Oh, hij krijgt een bezoekje van me, hoor. Hij krijgt een bezoekje van me. Bakje. Dit is de laatste kans die je hebt. Heb je nog laatste woorden? Heb je laatste woorden, bakje? Laatste woorden, bakje? Dat dacht ik al. Ja! Dan krijg je ervan als je mij niet toelaat bij jou! Ah! Nou, dat hebben we echt opgelost als volwassenen. Kijk eens, zo doe je dat. Hey, die boost button! Nou, weet je wat? Ik ga proberen of ik deze kan landen in mijn tuin of in mijn tuin op mijn huis. Kan ik hem op mijn huis landen? Oh, dat zou toch ook zo'n prachtig idee zijn als ik deze op mijn huis kan landen. Oh, moet ik wel even recht vliegen. Oké, waar woon ik ook weer? Hier. Oh, we zijn er al! Remmen, 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 remmen! Oké, laten we snel vooruit gaan. Hier is het, we zijn er. Ga kijken of we hem op mijn huis kunnen landen. Dat zou wel heel leuk zijn. Dat zou ik zo leuk vinden, hè. Als we hem op mijn huis kunnen landen, dan zou ik zo blij zijn. Oké, voetjes uit, hoppakee. De voetjes zijn uit. Laten we het proberen. Laten we het proberen. Hij is wel een beetje te groot misschien voor mijn huis. Maar wie weet kan het wel. Wie weet kan het wel. We gaan het even proberen, hoor. Hoppakee, hoppakee. Rustig, rustig aan, Henkie. Rustig aan, Henkie. Hoppakee, ja, 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 ja. En stap uit en uitstappen. Hoppakee. Ah, zo. Hij staat echt net aan op mijn huis. De voetjes staan hier. En de achtervoetjes, kijk waar ik die geparkeerd heb. Ik sta precies hierop. Dat past echt net aan. Oh, au, ah, ah. Ah, ik maak de salto. Ah, dat deed heel veel pijn. Wow, moet je zien. Dit maakt mijn huis toch zoveel cooler. Dit maakt Henkie's huis toch zoveel cooler. Kijk, iedereen die nu langskomt, die zou wel bang zijn, hoor. Die zou wel hartstikke bang zijn van wat hier gaat gebeuren. Het is ook een leuke deurbel dat je als je post wil gaan doen. Ah, lekker post bezorgen. Weet je, hier is post voor Henkie, de nieuwste documentaire en zo. Dan hebben ze een pistool op hun gericht en dat moeten ze wel twee keer denken voordat ze iets engs doen. Dus de pistool staat echt vol op je hoofd gericht. Nou, kijk eens. Prachtig is hij wel. Panto, die staat helaas nog wel bij de... Oh ja, die staat natuurlijk nog bij dat hele schroothoopje daar.
Maar goed, deze is heel mooi. Hier kan ik wel een paar dingen van uithalen om weer een nieuwe panto te maken. Hij is zo mooi. Ik vind hem zo leuk geworden. En ook dat hij op mijn plafond, op mijn dak is geëindigd. Dat maakt het al helemaal prachtig. Dus kijk eens, bij deze is de video wel klaar. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik vond hem in ieder geval prachtig, dit ding. Dank jullie wel voor het kijken. Ik ga lekker naar binnen, lekker warm, lekker chocomelletje drinken met nootmuskaatkoekjes en zo. Ah, daar heb ik ook heel veel zin in. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Doe allemaal even een duimpje omhoog. 2000 likes. Abonneer allemaal eventjes. Dan comment dat je geabonneerd bent en dan zal ik je reactie een hartje geven. En dan zie je, preken we elkaar later. Glaasje water. Fijne feestdagen. Stel niet te veel vragen. Doei! Yeah.